twee Eindhovense kunstwerken zijn genomineerd als favoriet buitenkunstwerk van Zuid-Nederland. Het zijn de stalen schapen op een rotonde in Geldrop, die verwijzen naar het textielverleden van de stad. En de zwerm, het tunnelkunstwerk aan de Montgomerylaan. Zij moeten het opnemen tegen 10 andere sculpturen uit de regio. De wedstrijd voor buitenkunst is in het leven geroepen door Radio 4. De zender wil meer aandacht voor beelden in de buitenlucht in een tijd dat veel musea dicht zijn door coronamaatregelen. Nog tot vrijdag is er gelegenheid om te stemmen.